Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we een heel speciale video doen. What's on my MacBook? Ik heb dus een nieuwe MacBook, zoals jullie weten. En dus kijken wat on mijn MacBook doen, wat moet mijn MacBook Pro M2 doen. Dus ja, ik ga die nu opnemen en dan kom ik bij jullie terug. Dus wat on mijn MacBook Pro M2 deel 1. Wat on mijn MacBook Pro M2 deel 1 is nu van start. En ja, let's go. Oké, boys and girls, welkom bij mijn nieuwe video. Wat op mijn MacBook Pro M2, ik ga de camera daar zetten. En wat op mijn project MacBook Pro M2? Oké, allereerst heb ik hier mijn installer open staan. Wat op mijn MacBook Pro M2? Sowieso Safari staat erop. Sluit. Oké, wat is al mijn MacBook Pro M2? Hier staat muziek op. Spotify staat hier op. We gaan naar Finder gaan. Hier staan wel wat dingen op. Wat bestanden op voor mijn juice dan. Dat ik heb. Apps. FL Studio staat er sowieso op, dus ja. Bureaublad staat er niks op. Documenten. Is alles wat ik eigenlijk heb gedaan. Is alles hier. MacBook Pro M2. Unboxing V4. Downloads, zoals jullie kunnen zien. Ik heb heel veel downloads. Van iCloud Drive staat alles in. Voor dingen, muziek juice ook. En dan kan je nog zo moeten downloaden. Dus. Wat ga ik ze beetje doen? Dan gaan we naar Launchpad, als ze erop. App Store, Safari, Mail, Contacten. Al die rood en metuut. GarageBand, iMovie. Wat kan ik niet gebruiken, omdat ik AdaVinci Resolve gebruik. Oké, Siri staat erop, maar Siri ga ik niet gebruiken. Er staat hier ook op zo van die dingen. Dat ik ook allemaal niet gebruik. Blackmagic. Ik weet niet wat dat is. Ik ga het zo openen. Dat is waarschijnlijk bij de bestanden. Blackmagic Proxy Generator Lite. Oké. Okay. Dan heb ik DaVinci Resolve, mijn editprogramma voor op de MacBook, waarmee ik meestal de FIFA video's en de vlogs edit. Wat ik hier heb, heb ik ook de MacBook mee geedit, de MacBook Pro M2 unboxing mee geedit. What the fuck? Dan staat DaVinci Control Panel, setup op Firelight Studio Utility, Blackmagic Raw Player, Blackmagic Raw Speedtest. Juiced, FLCU 21, Spotify, zoals je weet. Freeform, Discord, Messenger, PS3 Remote Play, Adblock, LibreOffice, UIT Data Feed, Ultata, Connective Plugin, en Audacity staat erop, Recento, maar dan moet er nog af. Eigenlijk staat er niet heel veel op mijn MacBook. Berichten sowieso. Dat staat eigenlijk allemaal op mijn MacBook. Ik had verwacht dat er meer op zou, maar er staat dus niet veel op. Op de MacBook, dus dit is wat erop staat op mijn MacBook. En dat is het zo'n beetje. Dus ja, let's go. En ja, boys and girls, dit was dus een beetje de video. Wat op mijn MacBook Pro M2.
Ik heb er dus niet heel veel op staan, zoals jullie al weten. Ik heb er gewoon veel muziek op staan. Veel muziek voor mijn Juiced. Veel eigen veel video's dat ik er heb geëdit eigenlijk. En dat ik nog moet editen. Dus ja. Voor de video van Andrew Tate. Dat moet er nog op staan. Andrew Tate de trailer. Dus ja. Dat is zo'n beetje wat er allemaal op staat. Ik heb een volledig nieuw team. Pack en plus pack opening moet ik nog online zetten. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Dit is nu even interesseren in wat zal mijn MacBook Pro M2. Bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie graag terug bij een nieuwe video. Dat gaat volgende week dinsdag zijn. Maar wat voor een video, dat weet ik nog niet. Misschien een visual video, misschien ook een andere video. Weet ik nog niet. Dus ja, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie graag straks terug bij een nieuwe video. Dat gaat dinsdag zijn. En dan zie ik wel welke video er komt. Bye bye! Ja!